De depots van het regionaal archief bewaren veel oorlogsdocumentatie, bijvoorbeeld de stukken die in deze doos te vinden zijn. Heel veel van die archiefstukken die te maken hebben met de Tweede Wereldoorlog zijn natuurlijk verdrietig of angstaanjagend of boosmakend. Maar de stukken die te maken hebben met de bevrijding zijn gelukkig een stuk vrolijker. Het is dit jaar precies 75 jaar geleden dat Nederland zijn vrijheid herwon. Zoals hier te lezen is in deze proclamatie die in de gemeente Castricum verscheen en ook door heel Nederland heen. Nederland was weer vrij. De tirannie van de Duitse bezetter is verdreven. En dat werd gevierd. En dat is terug te zien in allerlei verschillende archiefstukken en natuurlijk ook op de foto's. Tijdens de bezetting mocht er zeker op het einde niet meer gefotografeerd of gefilmd worden. Maar bij de bevrijding wordt dat wel weer uitbundig gedaan. We zien hier burgemeester Kinschot terugkeren te Alkmaar onder luid gejuich in de Lange Straat. Of bijvoorbeeld de geallieerde voertuigen en geallieerde soldaten die de stad binnenkomen om ons te bevrijden van de Duitse bezetter. Ook die worden natuurlijk vrolijk binnengehaald. Nou, het archief bevat dus ook dit soort mooie stukken. Ook, denk bijvoorbeeld aan dit soort affiches, dit soort posters die overal verschenen. Deze komen uit de gemeente Schagen. Welkom de geallieerde soldaten. Dat ging overigens niet altijd even soepel, want die soldaten die werden weer gestationeerd in de steden en de dorpen. En bijvoorbeeld dus ook in Schagen, maar overal. En dat ging eigenlijk niet altijd even soepel, want ja, dat waren toch ook weer vreemdelingen die binnenkwamen. Dus ze werden, zoals u op de foto zag, heel vrolijk ontvangen. Maar als ze er dan een tijdje waren, dan leverde dat soms wel eens wat problemen op. En dat was in Schagen blijkbaar ook gebeurd. Maar, zegt dan burgemeester Buiskool van Schagen, zij hebben het recht op onze dankbaarheid en vriendschap. Nou, dat kunnen we nu wel beamen. Desalniettemin was die bevrijding en die capitulatie van die Duitsers natuurlijk groot nieuws. En dat nieuws dat verscheen in de eerste instantie in dit soort illegale blaadjes. Tijdens de oorlog was de pers natuurlijk in handen van de Duitsers. Daarom verscheen dit soort blaadjes als de Vrije Pers. En daarin werd het nieuws van het front verteld of wat er allemaal in de stad gebeurde en wat niet in de Duitse pers verscheen. En zo op 5 mei 1945 lezen we in de Vrije Pers dat het geallieerde hoofdkwartier heeft medegedeeld dat alle Duitse strijdkrachten zijn gecapituleerd. En dan verschijnt er ook een extra editie van de Vrije Pers. Een proclamatie van burgemeester Kinschot, de meneer die we net op de foto binnen zagen rijden. Alkmaar is vrij. Nederland is verlost van het Duitse juk. Nou, dat soort feesten gaan door. Verzetslieden die altijd ondergronds hebben gewerkt, kunnen eindelijk bovengronds komen. De Vrije Pers geeft ook een dankblaadje uit aan iedereen die heeft meegewerkt. Die zien we hier. Die is een keer of 100 uitgegeven en die verscheen voor de mensen die mee hadden geholpen met gevaar voor eigen leven om dit blaadje te drukken en te verspreiden. Maar nu, zoals we aan deze archiefstukken zien, was er eindelijk weer vrede. De oorlog was voorbij.